Maar vooral ze ook plezier laten hebben. Want ik heb te veel mensen uiteindelijk onderweg zien afhaken die best wel ver hadden kunnen komen. Maar dat ze onderweg het plezier verloren omdat dat speelse element op een gegeven moment eruit werd gehaald. Vandaag zijn we bij Rotterdam Topsport en vandaag hebben we een mooie gast. We gaan daar, die zit daar in de kamer. Ik zeg nog niet wie het is. Eén tip, die camera moet wel omhoog. We gaan eens even kijken. Hey. Goeiedag. Hoi. Hoi. Hoe is het? Stefan. Goed. Hoi Stefan, Peter. Hey, hoi. Arana. Wat heb je bij je? Ik heb een fantastisch boekje van Robby en Steve. Ja. Robby is vervangen door Romy. Romy is op dit moment aan het filmen. Robby is nu Romy. Hoi Robby. Ja, hoi. En uiteraard komt er een mooie editie, maar deze wilde ik hier wel alvast aan je overhandigen. Nou, kijk eens aan, wat leuk. Ja. Omdat we hartstikke trots zijn op het Rotterdamse. En gezien jij voor Rotterdam Topsport werkt, vind ik wel dat je een editie mag ontvangen. Ja. Dus, nou, wat leuk joh. Wou je binnenkomen? Nou ja, graag. Ja? Nou, top. Top. Join the club. Sinds kort eigenlijk hier de directeur geworden. Okay. Maar sinds kort? Ja, sinds 1 september. Okay. Dus, zit nu ruim 3 maanden en zo. Dus, maar het loopt hartstikke goed. Hoe bevalt het nou hier in het Rotterdamse? Nou ja, het is voor mij een beetje een soort van thuiskomen. Ja. We hebben natuurlijk 30 jaar geleden speelden we de eerste wedstrijd in Ahoy met het Nederlands volleybalteam. Nou ja, leidde uiteindelijk in 96, waar dit shirt toevallig van is, de World League finale tegen Italië, die we in Ahoy wonnen. Staat daar ook de handtekening van Ron Zwerver op? Daar staat ook zeker Ron Zwerver. Dat was voor mij wel echt een Ron Zwerver op, alleen ja, de vraag is of die ook gewoon goed herkenbaar is. Ander. Oh, dit is een Ron Zwerver, nummertje 8. Kijk, hier staat hij. Op R, en hier zie ik nog iets van een soort van Zwerver. Ja. 96, wauw. Ja, ja. Maartje daarna wonnen we Olympisch Goud, hè. Dus, ja. Ja. Maar het gaat hier over topsport, joh. Wij zijn natuurlijk een soort van de uitvoeringsorganisatie van het gemeentelijk sportbeleid. Ja. Sportsupport doet vooral de verenigingen, et cetera, et cetera. Wij doen een beetje de topsportkant en de evenementenkant met de grote topsportevenementen die we hier in de stad doen. Recentelijk natuurlijk ook weer de volleybal geweest. We hebben weer een EK gehad in september. Daarvoor in de zomer hebben we een Olympisch kwalificatietoernooi in Ahoy gehad. Wat staat er nu binnenkort nog op de planning voor topsportevenementen? Ja, nou, volgend jaar natuurlijk een Olympisch jaar, Tokio. We hebben in maart hebben het Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo in het zwembad op Zuidplein. Wauw. Op het nieuwe zwembad. Oh, dus, nou, en wat wij interessant vonden is dat we skateboarden zagen. Ja, en skateboarden. Hoe kom je bij skateboarden? Olympisch volgend jaar. En ik heb daar afgelopen jaar, voordat ik hier ben begonnen, natuurlijk rondgelopen als een soort van technisch directeur. Ja. Eigenlijk om ze te helpen om het topsportprogramma richting Tokio goed in elkaar te zetten. Dus ik ben de halve wereld met ze overgereisd. Wow. En kan je zeggen, een verademing. Leuke mensen, creatief, heel veel expressie. Je kan enorm met ze lachen. Ja. Een hele verfrissende kijk op de wereld. Wow, problemen zijn er eigenlijk niet. Er zijn eigenlijk alleen maar uitdagingen. En als er een probleempje is, dan fixen ze het. Misschien is dat nog wel iets waar wij naartoe moeten, Romy. Dat denk ik ook meteen. Skateboard, want dan ga ik wel We hebben hier Skateland vlakbij zitten. Op een kilometertje afstand hier vanaf deze heilige grond rondom het stadion. Ja, dat moet je absoluut doen. Want kijk, die urban sporten, het vernieuwing op het Olympisch programma. Daar, daar ligt ook de toekomst. Ja. En natuurlijk ook een, een sporten voor een relatief jong publiek. Ja. En nou ja, skateboarden in Tokio. In 2024 in Parijs komt breakdance erbij. En wat jullie natuurlijk ook wel weten. Ja, hier binnen de Rotterdamse grenzen. We hebben de huidige wereldkampioen breken. Menno van Gorp. Ja. Ja, die woont hier gewoon. Ja, bizar. Dus ja. Weet je, die nieuwe sporten, die urban sporten, het jongere publiek. Je ziet nu dat die cultuursporten, voor zover dat cultuur is, hè, want het is natuurlijk het is gewoon een levensstijl ook van hun. Gewoon, je bent skater for life of je bent breaker for life. Ja, dat krijgt nu ineens ook een Olympisch podium aangeboden. Kan je hun dan ook helpen in de topsportervaring die jij dan hebt gehad? Mm-hmm. Want, dat succes in 96, maar je hebt meerdere successen behaald. Ja. Maar ook, kan je dan jouw ervaring als topsporter daarin delen? Nou ja, zeker.
Ja. Kijk, sportinhoudelijk kon ik natuurlijk niet zoveel toevoegen, want nee. Ja, ik heb er een jaar rondgelopen, maar ik heb werkelijk waar geen centimeter op een skateboard gestaan. Dat plezier wil ik ze niet aandoen. En die vernedering van mezelf. Weet je dat daar geen beelden van zijn? Ja, nee, er zijn echt geen beelden. Okay. Ik heb trouwens wel een skateboard van ze gehad, maar ik heb hem niet gebruikt. Okay. Ja, ik zeg, joh, is hoog zwaartepunt en als je dat op video's gaat zetten, niet goed. Ja. Maar ik heb ze natuurlijk wel geholpen met van, nou oké, wat is nou uiteindelijk, waar bereiden we ons op voor? Ja. Hoe ziet het competitieformat eruit? Hoe ga je je voorbereiden op wedstrijden? Welke trainingen moet je doen? Ja. Hoe ga je om met belasting en belastbaarheid? En de verwachting is dat we een aantal skateboardsters sowieso in Tokio aan de stad gaan krijgen. Ja. Wellicht zelfs 3 uit Nederland. Wow. Candy Jacobs, Kate Oldebeuving onder andere. Dus nou ja, dat is hartstikke mooi. Ja. En bij de mannen is het wat lastiger, want de 20 beste van de wereld gaan maar naar de Olympische Spelen. Okay. Dus het is echt een behoorlijke kaalslag. Ja. Maar goed, de start is er. En uiteindelijk, ja, over 4 jaar hebben we dan natuurlijk weer een Olympische Spelen. Dus in Parijs, ja, dan moeten ook op onderdeel Street en op onderdeel Park gewoon Nederland weer net heel even gaaf. Wat verder zijn. Ja, heel gaaf. Dus nou ja, en met Skateland hier om de hoek hebben we dus ook op Zuid een paar hele mooie uitdagingen om eens te kijken of we ook die urban sporten, die nieuwe sporten, of we die ook gewoon lekker kunnen faciliteren en oppakken. En dat is dus een van de onderdelen die wij als Rotterdam Topsport dan ook mede voor ons rekening nemen. Heel gaaf. Ja. Eigenlijk is dit gewoon het hele kloppend hart van de Rotterdamse topsport. Ja. Of nou ja, waar Rotterdam een aandeel heeft gehad in de hele topsporthistorie hier in de stad. Je had ook al geschreven, je bent een soort reserve Rotterdammer. Of een Rotterdammer die je eigenlijk... Ja, je komt het voorbeeld. Maar je zei net al, ik kom al bij Feyenoord. En tot Rotterdam, dat is thuiskomen. Ja. Wat is dan typisch Rotterdam voor jou? Dan? Nou, Rotterdam staat eigenlijk voor jou. We denken in kansen en niet in beperkingen. Nee. We gaan het gewoon doen. Ja. Als het nergens in Nederland kon, dan kon het altijd wel in Rotterdam. Ja. We hadden het net over beachvolleybal, maar wie had ooit gedacht dat we een beachvolleybal WK-setting voor het stoomschip Rotterdam, daar gewoon op de kade, en terwijl de atleten gewoon slapen in het stoomschip, omdat het nu toevallig een hotel is geworden, met een prachtige ambiance daar. Zeker. Nou ja, dat is Rotterdam. En ja, dat reserve Rotterdammer, zo heb ik mezelf dan wel genoemd. Ja. Ik heb gewoon heel veel in mijn werkende leven en in mijn sportleven mede te danken gehad aan Rotterdam. Onze wedstrijden in Ahoy met het Nederlands volleybalteam. Ik heb hier 8 jaar lang zowel de club gecoacht, Ortec Rotterdam Hesselanden, als daarna ook het Nederlands volleybalteam. Ja. Was dagelijks in het topsportcentrum hier aan de gang. Ja. Ik heb nog een aantal andere projecten hier met Rotterdam Topsport samen gedaan. Onder andere toernooidirecteur van het EK Vrouwenvolleybal in 2015, wat we ook hebben gespeeld in Ahoy. Ja, dus van mijn werkende leven heb ik de halve tijd hier in Rotterdam gestaan. En de andere helft was toevallig in Italië, omdat ik daar speelde. Dus, en het ging vaak goed. Dat is ook niet onbelangrijk. Dus wat dat betreft, ik voel me hier altijd heel prettig. Ik ben wel benieuwd, hè? Want voor de jongere kijkers, die kennen je misschien als directeur van Topsport. Of als manager. Of, persoonlijk ken ik je nog vanuit de Olympische jaren als volleyballer. Ja. En ben ik enorm trots dat we dit gesprek kunnen voeren. Ja. Wat voor speler was je dan? Ja, jeetje, wat voor speler was ik? Ja, dan moet ik natuurlijk altijd, dan moet ik eigenlijk in mijn eigen spiegeltje kijken. Ja. Laten we zeggen, ik denk niet dat ik een hele makkelijke speler was voor mijn teamgenoten. En zeker niet voor de coach of voor de trainer. Ik had altijd wel mijn mening klaar. Ja. Ik was niet van heel hard trainen. Maar ik was wel van competitief trainen. Dus als het scorebord aanging op trainen, daarom werd ik extra getriggerd. Dus er moest iets op het spel staan. Ja. En er moest een competitief element in zitten. En ik heb uiteindelijk, toen ik later ook coach werd, heb ik natuurlijk ook veel meer inzicht gekregen in manieren van coachen en trainen, et cetera. En dat mensen behoorlijk kunnen verschillen. Ja. De een vindt het gewoon lekker om heel veel balletjes te schieten. Of in het volleybal heel veel balletjes te slaan. Maakt niet uit, maar gewoon heel veel omvang te maken. Nou, ik vond het leuk als er een competitief element in zat. Dus als het scorebord aanging, dan ging ik maximaal. Als het scorebord niet aanging, nou, dan wilde ik... Nou, dan was bij mij... Ja, vroeger had je een handrem, die trok je aan, weet je wel. Maar bij mij was altijd de handrem, die was altijd een klikje aangetrokken. Ja, en dan duurde het lang. En dan was ik ook best wel een beetje dead weight, zullen we maar zeggen. Maar goed, als trainer is het dus ook uiteindelijk wel interessant om eens even goed te zien wat voor mensen je nou uiteindelijk ook in je groepje hebt.
En dat de een het lekker vindt om competitief te trainen met een scorebord en een spelelement erin. Een ander vindt het juist wat minder interessant om dat te doen, maar die vindt het veel leuker om gewoon, ik ga gewoon 100 ballen op de goal schieten. Of ik ga zoveel rondjes lopen als het in de atletiek is of wat dan ook, op die en die tijden. En dan pakken we het allemaal door. Kijk nou man, daar is hij. Kijk Chief. Nou. Ja, dit is toch andere mooi. Andere setting dan. Hoe is het jongen? Dan de sporthal, Andere setting dan de sporthal. En hoe is het met jou? Goed man. Ja, ben je nog in vorm? Ja, altijd in vorm. Je weet het toch? Ja. Good old Dirk Spari dan eens jongens. Ja. Hey, nog in de ploeg gehad. Zeker. Ja, mooi. Zeker. Is dat voor, het is een van de... Hij is gedebuteerd onder Peter. En Dirk is oud international. Of gewoon oud topvolleyballer. En onze collega nu. En onze collega bij Sport Support. Ook dan nog. En die komt gewoon even binnenlopen. Omdat hij dan weet dat we aan het vloggen zijn. Dus was het toch mooi. Dat trainen, spelen, ervaring. Ja. Gewoon even hier op vierkante meter. Jij vroeg natuurlijk net aan mij van, joh, hoe was jij als speler? Ja. Misschien dat ik zou wel eens van Dirk willen weten, hoe heeft hij mij nou als trainer ervaren? Ja, ik zou wel eens willen weten, hoe heb jij die trainingen ervaren in de tijd bij het nationaal team? Nou ja, voor mij was het natuurlijk sowieso, ik was jong hè, ik was 18, 19 toen ik bij jou binnenkwam. En het was sowieso wel mooi om daar dan aan te mogen sluiten. Ja. Ik merkte wel dat jij veel bezig was met dingetjes die in het volleybal niet gebruikelijk waren. Veel onderhands verdedigen. Jij wilde altijd dat we bovenhands leren verdedigen. Dus dat vond ik altijd wel apart. Mm-hmm. Verder was het natuurlijk sowieso al een pre dat je een carrière had als speler. Mm-hmm. Had gehad. Dus dat is dan altijd wel een voordeel, denk ik toch wel, voor een trainer. Om op die manier overwicht op een groep te hebben. Mm-hmm. Dus ik merkte wel dat je ook ons heel erg een beeld voor hield van dit is wat de top doet. Mm-hmm. Ik kan me heel goed herinneren in de tijd van dit zijn de statistieken die ze in Italië hebben, hier moeten wij naartoe. Ook omdat je dat als speler ervaren hebt, heb ik wel het gevoel gehad dat iets was wat je wel ons voorhield. Ja. Dit is waar we naartoe gaan. Ja. De challenge gaat zo starten. Wat is de bedoeling? Ja, we hebben verschillende richtpunten met verschillende aantallen punten wat jullie ook kunnen scoren. Okay. Die ballenbak daar. Die mogen jullie helemaal leeg serveren. En dan gaan we op het scorebord wat daar in het doeltje hangt. Gaan we kijken van hoeveel punten jullie scoren. De dobbelsteen is 5 punten. De mat is 1 punt. Pionnetjes zijn 2 punten. En de grote pionnen zijn 3 punten. En ik hou de score bij. Oké. We hebben scheidsrechter bij ons en wij zijn er klaar voor. En die is onkoopbaar toch? Die is altijd. Oké, altijd. Corrupt als de pest hier. Ik heb gewonnen. Ja. Jij bent. Romy raakt net de mat. In één keer. In één keer. Dus. Nu mag jij. Ik heb één poging. En hij mist. Woehoe. Goed gedaan. Goed gedaan, zegt ze. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Het staat nu 1-1. 1-1 in scoren. Nou, in scoren. Ik denk dat jij geoefend hebt. Stiekem. Zeker. Samen met Dirk. Maar, vooruit. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is dat dan even naar die jeugdtrainer hier om de hoek? Hier beneden bij wijze van FC IJsselmonde. Ja. Die wil zaterdag, die wil winnen. Ja, het verschil tussen een opleidingsteam en bijvoorbeeld een prestatieteam. Kijk, hier het eerste van Feyenoord, die moet gewoon iedere wedstrijd winnen. Ja. Ja. Maar in de lagere regionen kan je natuurlijk ook zeggen, bij de onder 8 of de onder 10 of hoezo, natuurlijk iedereen wil winnen. Maar je hebt ook een lange termijn perspectief voor ogen. Uiteindelijk, de jeugdopleiding hier van Feyenoord, die moet spelers voor het eerste elftal afleveren. Ja? Dus uiteindelijk moet je ook kijken, als die jongens 18 of 19 zijn, wat moeten ze dan kunnen? Dat is je eindpunt.
En vervolgens ga je stapsgewijs terug naar dan het hier en nu. Ja. Maar vooral ze ook plezier laten hebben. Want ik heb te veel mensen uiteindelijk onderweg zien afhaken die best wel ver hadden kunnen komen. Maar dat ze onderweg het plezier verloren omdat dat speelse element op een gegeven moment eruit werd gehaald. Ja, daar ben ik zelf wel een beetje een voorbeeld van, denk ik. Ja. Van het, het stoppen op het moment. Dat je eigenlijk het plezier van wat jij je net noemt, hoe kun je dat vertalen richting de club hier om de hoek. Ja. Op een gegeven moment al spelende wel kwijt was. En wat ik denk dat belangrijk is dat je duidelijk maakt van wat er van je verwacht wordt. Maar dat is dus ook het meest lastige van trainer zijn en coachen. Om dat spel uiteindelijk ook goed te blijven spelen. En dat je uiteindelijk voor je team een motiverende context weet te creëren. Waar iedereen zichzelf in kan zijn. Waar plezier voorop staat. Of ze nou klein zijn of volwassen. Ja. Hè, want mensen zonder plezier. En zelfs ook hier op het werk. Als ze geen plezier hebben. Dan worden dagen heel erg lang. Dus dat moet je ook wel een beetje organiseren. Met elkaar. Ook voor elkaar. Maar ook voor jezelf. Je moet het wel leuk blijven vinden. Ja. En ja, verliezen is nooit leuk, maar ik heb het ook altijd wel in het lange termijn perspectief gezien. En ook wel weer als een uitdaging van ja, oké. Okay. Ik heb van de nederlagen het meest geleerd. Zowel als speler als coach. Als je wint, is iedereen hosanna, maar word je nergens op de proef gesteld. Eén ding wat je zegt, dat heb ik echt uit elke keer als ik verloren, dat heb ik echt van opgestoken. Nou, wat ik daarvan heb opgestoken, kijk, in het begin zit je ook wel eens van, nou, er komen de excuses als je verliest. Ja. En daar zijn wij in Nederland heel goed in. Lag aan net, lag aan de bal. Vooral aan anderen. Ja. Dus inderdaad, scheids, omgeving, anderen. Ja, die bal was in, of hij was uit, of het was dit, of het was dat, of mijn medespeler verzaakte. Ja. Niet normaal kijken dan. vooral, ja, eigenlijk niet echt lekker in de spiegel kijken. Toen ik wat ouder werd, want voortschrijdend inzicht komt wel ook met leeftijd. Ja, toen heb ik echt ook wel zoiets gehad van, ja joh, maar wat kan ik er nou zelf aan doen? Ja. Want daar heb ik namelijk ook invloed op. Dus, was mijn setup nou allemaal wel zo goed? Welke keuzes heb ik gemaakt? Kunnen we daar wat verbetering in krijgen? En dat heeft ons uiteindelijk wel langzamerhand steeds weer een stapje hoger gebracht. Dat iedereen ook zelfkritisch was. Zowel naar de ploeg toe, naar elkaar toe, maar ook naar zichzelf. En dat we dat ook van elkaar accepteerden. Dat is een heel belangrijke component. Hè? Maar als je ook vooral het naar jezelf reflecteert, wat je er ook zelf aan kan doen, maar wel in de positieve vertaling, ja dan ben je er ook zelf eigenaar van, maar kan je het ook gaan toepassen. Oké, dit wetende, of ja, we zijn afgeslacht of iets dergelijks, joh, allemaal prima. Maar wat gaan we eraan doen en wat is het lange termijn perspectief en waar wil ik uiteindelijk met mijn spelers of met mijn ploegje of met mijn individuen die ik heb, wil ik uiteindelijk uitkomen. Dus winst en verlies is onderdeel van de sport. Ja, zeker. Iedereen wil altijd winnen. Maar uiteindelijk gaat het om ontwikkeling van mensen. En ja, de tegenstander wil toevallig ook de beste zijn. Dus ja, winst en verlies, dat hoort er nou ook eenmaal bij. Ik heb het uiteindelijk terugvertaald naar gewoon ontwikkeling van de mens. Zowel als individu, is het een beter mens geworden. Kan die goed omgaan met ook verlies? Ja, want je ziet ook wel eens kinderen die dat niet zo goed kunnen. Ja, dat moet je ook leren. Ik kan tot op de dag van vandaag niet goed tegen mijn verlies. Maar ik laat me niet gaan en zo. He? Maar ik zeg wel van oké, maar wat kan ik er nu verder aan doen om weer een stukje te verbeteren? Is dat zo? Of hij niet tegen winst en verlies kan? Ik denk dat hij wel echt een winnaar is, ja. Dat zeker weten. Ik kan me niet zo goed herinneren of dat dan inderdaad, of jij daarin, ik vind je altijd wel analytisch. En ik ben altijd wel, als je bij de eerste de beste tegenslag of verlies gelijk zegt, joh, ik pak mijn spullen en ik stop ermee. Mm. Nou, dat is natuurlijk niet de juiste attitude. Nee. Nou, dat kun je op een training, kun je bijvoorbeeld een bepaalde situatie terug laten komen. Waarin je het proces van verbeteren in gang zet. Maar in topsport heb je gewoon zaterdag, zondag wedstrijd. En dan kun je gewoon het ook snel goed maken. Kijk, ook uiteindelijk dan, zeker ook als je verliest, want dat triggert me wat Dirk ook zegt. Kijk, dan heb je verloren. Nou, dan kan je helemaal in zak en as zitten. Maar volgende week heb je weer opnieuw een wedstrijd. Dus je kan het ook alweer gelijk vertalen. Dat is het mooie ook van de sport. Jongens, daar hebben we weer weer een nieuw moment. Een nieuw doel. Wat gaan we nu gedurende de week en op de trainingen eraan doen? Hè, wat hebben we geleerd van het verleden? En gewoon weer met een positieve inborst uiteindelijk gaan trainen. Dus je moet ze ook weer perspectief geven. Ja.